Enterberries, Fjouwer Twenterberries, Liedsegroep, Jonge Hiendes. En we bimben eind straks bij de bevindingen van de jury ten aanzien van de kwaliteit van zowel bij de Eentes als de Twenters. Uiteraard als leden je bidden de gong van zaken, even melden op het secretariaat, de indexpapieren oerlezen, dat alles in water is, dan krijg je de hoofdstelnummers bij en ten aanzien van de Vrouwenboek, Mennies van Dreijen en af. Met straks uiteraard van tevoren ik chip. Controleerd worden bij de leden van de chipploeg. En die is dan bij de entree van het keuringsterrein. Op het verste plak dat ze elk hier te vinden zijn. Is in de hoeken mooi terug. En dat driejarige vormpermissie gereed kunnen houden geldt ook voor de groep die staat gepland voor 9 uur 1 en ring 1. 104 tot en met 110. Die kunnen zich ook gereed maken. En ben straks na afloop van de Entermerien aan de beurt. Nou, dan geven we aanzien hier bij de Twenters oer het roestappen van de draaien presenteren Twenterberien. En die hebben straks in Nederland bij wonder van Sabine Zwaga, die is de beur van de krijgleers, oer de
bij de Twenters en ik heb een draaier over deze baan. Primeer. Ja. Even kijken. De draaier gaat met kleren zijn, hij meerdag. Engel zit even. Ja. En dan gaan we even kijken. Mooi. 103, 102, 103. Nee, 101, 102. 103. En 102. 103. 101 en 102. Drie mooie Twenters. Je zou eigenlijk wensen dat je een stuk of 10, 12 op de vormdag hebt. Het lijkt toch nog een beetje een ontwikkeling te signaleren dat de animo om met Enters en Twenters naar de keuring te komen toch een beetje aan slijtage onderhevig is. Enthousiasme om daarin te investeren, dat neemt zien er nog hoog af. Dat is eigenlijk best jammer, omdat je met name van de eerste jaargang van Heinsten ook heel graag de Enters en de Twenters in royale mate wil bekijken. Het is goed voor je beeldvorming, zeker als jurylid, dat je zo'n ontwikkeling van dichtbij kunt volgen. Het woord is aan Sabine Zwaga. Dankjewel Henk. Hele goede morgen allemaal hier op de prachtige keuringsterreinen in Sumarenheide. Tweede dag van de Fokdag hier. In deze baan keur ik samen met collega's Ulrike Beisner en Esther Reen. We beginnen met de Twentermerries. Nummer 100 was afwezig. En een drietal Twentermerries terug. Beginnend met de op de derde plek geëindigde Twente. Dankjewel. dat is een jeugdig Twenter die iets naar voren gebouwd is. Zou wat meer behang mogen hebben. Zou iets meer expressie in het hoofd mogen hebben. Goede bovenlijn. Merrie zou wat minder week gekoot mogen zijn op deze leeftijd. En de linker voorbeenstand zou wat correcter mogen. De stap heeft lichaamsgebruik, heeft voldoende takt en ruimte. In de draf heeft Merrie veel buiging in het spronggericht, zou daarbij meer mogen doortreden. De Merrie krijgt een tweede premie. Catalogus nummer 101 is een jeugdige, evenredig gebouwde merrie die wat sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Qua beenwerk voor week gekoot en achter vrij sabelbenig. Ook het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Merrie die opvallend goed stapt met veel lichaamsgebruik, veel ruimte. Zet het voorbij ver weg. In draf de bewegingsafloop zou wat correcter mogen. Ze toont voldoende zweefmoment, veel balans en takt. Ook deze merrie een tweede premie. En dan op kop geplaatst in deze rubriek. Catalogus nummer 103. Langgelijnde, royaal ontwikkelde merrie. Misschien iets meer jeugd zou ze mogen hebben op deze leeftijd. Merrie heeft een goede bovenlijn. Kruis is lang, wel wat hellend. Merrie heeft royale hoeven. Achterbenenfractie sabelbenig. Merrie stapt met voldoende takt en ruimte. De voorbeenstand met name rechtsvoor zou correcter mogen. In draf toont de merrie veel balans, schakelend vermogen en een opwaartse lichaamshouding. Deze merrie krijgt een eerste premie vandaag. Gefeliciteerd. Ereronde, jongen. Ereronde. En de foto. Dank je wel. Results of this group. In English, these are two-year-old mares. We number 100 was absent. Numbers 101 and 102 received a second premium, and number 103 received a first premium. Van de Hengst Pulbron 502 uit de Tjallemoeder, Anna Grietica, voor zijn eigenaar, maatschappij AFPW Kamminga in
burgemeester 1. En Ruud. Vervolgens 101, Matje en K. 505 uit de bekende model en Inke Hester K. Afuke, Sandiaf, Okkerijner, Marek Kommerij, Inke Buik, Post en Tenslotte. 102, Martina van Oren. En dat betekent dat we toe zijn aan de eerste groep driejarige burgerhoekmedies. 104, tot en met 110. Keurig op tijd. En ook aan de overzijde in ring 2 stapt de eerste groep nu rond. En dan gaan we natuurlijk in spanning afwachten hoe het gaat verlopen vandaag. Verwachtingen zijn altijd vooraf hoog gespannen. Ja, soms wordt het niet bewaarheid en soms heb je enige tegenslag en wordt het niet helemaal wat je had verhoopt. Ja, Tuus hebben al een keer kampioen, maar je moet er maar in de competitie komen. Dan nog even een hele mooie bloedjongen van Vlaanderen, Mary Schoonjoen van deze vakbij. Dat jou denk ik wat staat, is om een zondag hier besteden van de vakvereniging. Ja, 132, ga je ophellen? Jurtje, 1250, het oprustingsier van alle Fjouwer Friese vakvereniging. Blauwhoes in de Volkshoenen, het Friese hinder voor Snits. Dat punt behoudt hier in Burgum en omkrieten. Het Frieske kwijt hinder in het gebied van de Hormon en omkrieten. En natuurlijk, last but not least, dat de Fries ik in de dressuursport nu niet meer excelleren kan onder mij het hoogste niveau. En ik ben kwaliteit ten aanzien van het Lesjan en het Rien op Friese Hinders met een enorme ontwikkeling zijn litten. En dat zorg ik mij voor een afzet voor de fokkers van haar vakproduct. Dat doet de Bijbel elk een Fries op zo'n laag. Alleen nogal op de koninklijke uitstriering. Nou Joop, ik zou zeggen maar liefst achtergrond muziekje erop. Ja, de spanning is super. Vielberg langs de kant bij de deelnemers die het haar bediendes vaak al een aantal weken in trainingssteen hebben bij de professionele trainingsstanden die we moeten daar kennen. Friesland, Grutemontal en wat een verschil begint al met mijn vrienden van die bron. Mijn naam is Jan Volmert Rutter, van bekende historiestation natuurlijk. Derrie Toorn Oorjaan via. Meer dan gewone concurrentie vanuit het Heiterland, Stadterbersken, van de Kadiek, Hinderkerpinga, Jelmer Schepdon en zo geen betrokken in, Holger Laurens. Al die stallen die er een professie van maken hebben om die Friese hinders keurig kleren te maken en zo optimaal mogelijk om de studie voor te stellen. Uiteraard is het geen garantie op succes, maar dat je met het net oversteen je al een hier wil wachten wat je op zijn keuring verschijnen. En de tijd is waarbij dat het hinder van touw mag
En dan neem ik nog een predicaat helikopter. Ik ben benieuwd dat daar nog wat meer van kregen. Natuurlijk hebben we dan heb ik eraan een schema in de gaten gehouden. Ik op het achterterrein zat dat we straks in met de twaalf groepen in beide ringen. Hier en waar mooi terugkeuren kennen. Zodat we mooi die van een beetje in mijn meetingsprogramma u bijzetten kennen. Weet je dat we het nationaal concourspiek hier van de eerste dagen op de zomer heide beleven zullen. Maar als absoluut hoogtepunt het kampioenschip voor de Klaverke treien. Drie hinder zomerspan voor de Friese zeers. Vier combinaties dat ik het goed heb. Die ten gooit maar zullen naar dat kampioenschap. Dat Heegmoorskeus niet, met name ten oorzaak van de Stuurmoorskeus. Van de man die op de zeers zit, maar die drie hinder ervoor. Liek het een hele spannende strijd worden. Dat zullen we maken voor natuurlijk benieuwd. Dan de competitie voor de Nijelingen, jonge Friese hinders van eerst in tuur. De grote strijd in de Lamietklasse van de provincie Friesland Prins. Dit hier met vijf concoursen in plaats van zes. Zo'n in feite de dag op de spieter gemaakt met Robin. In de strijdenconcours in Werken in september. Een mooie grote bezetting in die Lamietklasse. Nou, dan hebben we natuurlijk traditionele de doepelspan van de zeers. En nog speciaals van je. Al mij al, wat zijn een hele aantrekkelijke dooi. En we hopen dat we dat in goede harmonie en zonder doelen maken maken voor dat ik goed aanbrengen kan. Voor de beste drie van een beetje, de kampioenskeuring, lijkt natuurlijk de AKB Dama Prins Kringen. Een bloemend oordeken voor een van de meest illustere personen van Kringen het aan te houden. Jerelaar omroeper op deze sportrein, publicist, schilder boeken in het Friese hinder en de kortrein schreeuwen. Jarenlang omroepen bij het ringstekken. AKB Dalma, een fenomeen in de Friese hinderwereld. En hebben het bloemend eerst hier zo voorbij door het bestuur van het aan te houden. Met het beschikbaar staan van het AKB Dalma prijs. En voor de beste dienstgevallen hebben we natuurlijk de Jasperbokaal hier van de heer. Oorsprekende en legendarische instituut het vormgebied van de taal te horen. Kort, als je leven lang in het eigendom en je hebt nog springleven, bij je keken bijna in Jisland. En als je ontdekening voor die illustre is, de King of the Stallions, om de instituut in de dus de Jasper Bokaal te verzinnen voor de beste instituut van de taal te horen. En natuurlijk een dagkampioen, overal kampioen van deze vorderij, die zullen zijn prachtig manboek van het stamboek krijgen. Schitterende ereprijzen en weer eens voor kampioen een mooie, uitdrukkende ereprijzen, die toch zichzelf ook al een traditie binnen staan begonnen.
rubriek 3 aan de curve manage te vinden op pagina 46, 111 tot en met 116. Die kan zich zo langzamerhand ook gereed maken voor richting de voorstelling te komen. Dat geldt eveneens voor de volgende groep in ring 2. En dat betreft dan 136 tot en met 141. Twee groepen dus nog die zich richting vooropstelling kunnen melden. Yeah.
gaat niet precies goed. Niet achter het touwtje. En ondertussen is natuurlijk de voorselectie voor het best gaande rijpaardenbouw. In volle gang op het hoofdterrein kunt u ook eens even een kijkje nemen. Waarin het paard, het Friese paard, dus onder het zaal te bewonderen valt. Worden daarbij beoordeeld door mevrouw Kenne Bakker en de heer Ludo van der Leijden. Wij zijn geen onbekenden in de Friese paardenwereld. Wij zijn ook actief in de Bergheer, waar de ABFP-testen voor Friese paarden worden afgenomen. Zij maken deel uit van het ruiterteam, wat daar actief is. En daarnaast zijn ze individueel ook op niveau actief. Ring 1, schrijft u maar even mee. Kan natuurlijk nog altijd veranderen. 105, 107, 104, 109. En 110. Ik herhaal 105, 107, 104, 109 en 110. En als onze rijmeester de juiste volgorde heeft gezet, dan zullen ze de piste betreden en gaan we rondstappen. Het kan best zijn dat er nog een irritatie plaatsvindt. Dat is uiteraard aan de jury die paarden ook in groepsverband nog eens een keer voorbij zien komen. En soms ten aanzien van met name de stap nog een andere afweging maakt. Maar dat wachten we natuurlijk in spanning af. Ik herhaal ze nog een keer voor u: 105, 107, 104, 109 en 110. En dan vraag ik. Enig begrip bij mevrouw Sabine Zwager dat ze misschien zo dadelijk eventjes moet wachten voordat de groep bij haar in de ring ook kan gaan rondstappen. Een spannend moment, je kunt het ook een beetje afzien aan de strakke gezichten van de heren voorbrengers. De trainers en natuurlijk niet in de laatste plaats ook langs de kant van de inzenders, de Fox en Nomad het Heemer. Ik zou heel graag een stem bij die man in Hoes hebben. Ja, dat wordt het allemaal. Ik wil je tot de motieven, het vierde van de jury, Piet Bersma, straks komt. Hij heeft dat. Hier, serieus, mijn mevrouw Jolanda Slootjes en Dick Brummel, de jury corps verwarmend in deze eerste ring. En dan hebben we de microfoons, 12 in dit geval, op een eind, maar Piet Bersma, zodat die dus van nou goed en zien, mooi naar de korpsgroep daar bespreken. Ik heb nieuwe twee microfoons. De ene is voor de livestream. Die is niet rechtstreeks te zien, even voor alle duidelijkheid. Maar morgenochtend kunt u de hele keuze terugzien. Piet. Ja, dankjewel. Maar goed, dat je gewoon de handen hebt. Dan kun je twee van die microfoons vasthouden. We beginnen met nummer 110. Het paard zou iets eerder in zijn hoofd mogen zijn. Het heeft een lange verticale hals die goed geplaatst is. Een goede schouderligging. Ook een sterke bovenlijn. Kruis zou een lengte kunnen hebben. En iets schouder. Het paard heeft beschikt over het goede beenwerk. Is iets week gedood. Ook het achterbeen is iets zadelig binnen. Dat is wel hard en droog. Het paard had wat moeite met de stap. Het zou ruimer moeten zijn, iets minder actief. In draf, dan werd het paard ook niet echt de hoogte met de vormleggen. Hij wordt niet zo meteen laten gaan. Maar dan op twee momenten goed voor de buiging en het achterbeen. Maar vanwege zijn stap krijg je vandaag een derde premie, waarop genomen in het stamboek.
kan wel wat veranderen. Dan krijgen we nummer 104. Wat voldoende edel is van hoofd is, heeft een lange hals die geplaatst is. Goede spine en schouder, een sterke bovenlijn, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Hij is ook iets hellend, een paard wat goed stapt en ruim door het lichaam en in dracht als je lichtvoetig opwaarts. Mag iets meer opwaarts en heeft heel veel afdruk in het achterbeen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 107. Dat is paard met een edel hoofd, heeft een lichte hoofd-halsverbinding, is ietsje zwaar in zijn hals, komt ook wat diep uit de borst. Sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Paard zou iets meer voorweerlengte kunnen hebben, is ietsje sabelbenig, maar ook een paard wat heel goed stapt, ruim door het lichaam. Zou iets actiever mogen zijn in de stap, maar is wel heel ruim. De draft was opwaarts met een goed konagen achterbeen. Paard wordt opgenomen en dan ook sterren met een tweede premie. Krijgen we nummer 105. Ook een paard met een edel hoofd, veel rastype. Een hals die goed geplaatst is, schouder recht er schuin in, sterke bovenlijn. Misschien kruislinder ietsje sterker zou kunnen zijn. Een lang kruis, wat ook goed van lichting is. Paard beschikt over hard en droog meewerk. Een paard kan heel goed stappen, ruim en actief door het lichaam. De draf had hij een heel goed voorbeen gebruikt met veel ruimte erin. Achter wordt hij goed, treedt hij goed aan. Al met al veel ras, goed gebouwd. Een goede stap. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster. Met een eerste premie, gefeliciteerd! Goed, we kennen de uitslag van de eerste groep. De komt er weer uit, we komen met de eerste premie, 105. Een uitnodiging tegelijkertijd voor de kampioenschap vanmiddag. Dan een tweede premie. Twee maal hersteld. En dan de premies. Gaan we zo dadelijk zo snel mogelijk naar de overkant naar in twee voor een commentaar op de uitslag van mevrouw Sabine Zwager. En 105, die zien we natuurlijk vanmiddag dan weer terug in de hoofdring. Dus Nieke en Marcus Kitschalle, Fokker en Rijn gaan in Sint-Nicolaasga in Eindhoven, Elk van der Veen, Elvenje van der Leyen in Garijn. En dan spoed ik mij naar Sabine Zwager. En Esther Reen en Ulrike Weisner. En hier vier paarden terug. 133, 134, 29 en 131. Excuus voor de overlast. Ik moet daarin. Wat je gaat even. Oké, in deze baan de eerste groep driejarigen. We hebben in deze baan 6 merries gekeurd. Afwezig was nummer 132. Opgenomen in het stamboek zijn de catalogus nummers 130 en 135. 4 merries terug voor primering. We beginnen bij de op 4 geplaatste catalogus nummer 131. Is een royale merrie die wat zwaar in de hoofd-halsverbinding is. Ook in de hals wat zwaar is. Die zou wat verticaler gesteld mogen zijn. Bovenlijn zou wat sterker mogen in de aansluiting. Merrie heeft royale hoeven. De stap was in de groep, miste ze wat tak, maar later bij de individuele presentatie werd het beter. Voldoende tak en regelmaat.
In draf heeft de merrie voldoende balans en mooi voorbeengebruik, maar zou het achterbeen meer onder de massa mogen brengen. De merrie wordt opgenomen in het standboek met een derde premie. Dan op de derde plek, catalogus nummer 129. Een merrie die in het hoofd wat meer expressie zou mogen hebben. Merrie die een lichte hoofd-halsverbinding heeft, een lange hals, die ook weer wat verticaler gesteld mag zijn. Goede bovenlijn, kruis zouden we graag wat minder hellend zien. De achterbeen is sabelbenig, de voorbeenstand is erg toontredend. De merrie stapt met voldoende ruimte en takt. In draf heeft ze voldoende techniek en balans. Zouden wij wat meer in verbinding moeten blijven lopen. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan komen we bij catalogus nummer 134. Langgelijnde merrie, iets neerwaarts gebouwd. Merrie heeft een sterke bovenlijn, goede kruisligging. Merrie heeft voldoende droog beenwerk. Goede beenstanden in zijaanzicht. De merrie stapt actief met veel ruimte en takt. In draf heeft de merrie wat moeite met de balans. Mooi gebruik van het voorbeen, maar kan meer in verbinding lopen. Vanwege de goede stap en het goede exterieur wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Iedereen blij? Nou. En dan tot slot catalogus nummer 133. Een royaal ontwikkelde merrie die iets meer jeugd zou mogen tonen. Oog zou wat groter mogen. Merrie is wat naar voren gebouwd. Voldoende sterke bovenlijn. Beenwerk voldoende kwaliteit. De stap heeft voldoende ruimte en takt. De merrie waardeert zich op in de draf, waarin ze veel balans toont, veel takt en afdruk. En een mooi gebruik van het voorbeen. En met name vanwege die goede draf wordt deze merrie ook ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Vroeger de klonker. Ja. Het was niet meer de boel. Ja. En natuurlijk hier in de nabije toekomst heus nog wel een keer een gelegenheid om, als die paarden aan het werk komen, of in de sport worden uitgebracht, om nog eens tot een hogere primering te geraken. En daarbij aansluiten dan mogelijk nog eens een kroonpredikaat in de wacht te slepen. Dat is natuurlijk niet een eerste premie het volgende doel. Daartoe dient dan natuurlijk een voldoende IBO, dan wel APFP-test overlegd te worden. Locatie hier op de Sumarenheide. Wat een heerlijk smoek. IWM, smoek, schaatsen, Jensen, Sint-Kent, Frisch. En hoe lang dat nog een geval bij zijn zil, ja, dat blijft in de toekomst opsletten. En natuurlijk zullen we vandaag incidenteel concurrentie ondervinden van die locatiekeuringen die we doen dat wij kennen binnen het standboek. Niet toch het hele land, voornamelijk op zon, Williams, Hogeburg. En op die resultaten derde op Monton verder ben dat ik persoonlijk even gezien ben. Maar ja, daar is pas wel een groot deel van de mensen die ik behoorlijk investeerde in de hinders, die zei ja, op Sazon Wijn kom ik niet, dus dan ben ik daar gerucht. Dan ben ik weer hier op de betwieveling, maar wie ben ik?
chauffeurs mee, een dag proviant mee. Maar om een verhaling af te maken, toen had men nog een gezamenlijk doel, de fokkerijen in stand houden en stimuleren. En dat ging middels een bezoek aan de jaarlijkse fokdag. Men zat daar een hele dag gezellig bij elkaar. De paarden werden zo uit het land meegenomen naar de keuring. En ook op die manier beoordeeld. En ja, zo langzamerhand is het al een hele professionele ontwikkeling aangekomen. Waarin, ik zei het al eerder vandaag, de paarden in training worden gezet bij professionele trainingsstallen. En dat geldt natuurlijk ook voor de sport, waarin ook een groot aantal mensen zo langzaam doordrongen is van het feit dat je ook op een vries heel goed mee kunt in de dressuursport, maar dat je daar wel een goede getalenteerde Amazone dan wel ruiter op dient te zetten. En die is in de meeste gevallen niet gratis. En de tijd dat een lief en aardig buurmeisje jouw paard wel eventjes kon rijden, die ligt denk ik wel achter ons. Maar dat heeft er wel toe bijgedragen dat onze Friese paarden ook op heel aantrekkelijk niveau op verschillende dressuurniveaus mee kunnen. En het opnemen tegen de KWPN collega paarden.
hier de uitlaat van nummer 115. Paard met een edelhoofd zal iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende lang. Goed van stand, verticaal. Schouder is iets staal. De rug is sterk. De lendenpartij is iets strak. Het kruis is voldoende van lengte. Ook goed van ligging. Het voorleven is voldoende van lengte. Rechtsvoor zou je correct hebben mogen staan. Het achterbeen is wat, nogal wat zadelbenig. In stap zou het paard iets meer takt en regelmaat worden hebben. En in draf dan is hij goed voor mee gebruik. Maar dan mist hij het teruggebruik en zou het achterbeen meer andere dingen aan worden. Dit is de laatste in dit groepje? Ja. Dan gaan ze rondstappen? Ja. En deze van tevoren niet rondstappen? Ja, eerst wel, hè? Ja? Nee, deze hebben we al rondlopen. Waarom? Ja, maar de volgende groep. Die moet nog. Ja. Die moet eerst ook weer rondlopen. Ja. Nou, allemaal op. Goed, de pen in de aanslag en schrijf die maar even mee voor de voorlopige plaatsing hier in ring 1. 116, 112, 111, 113 en 114. Ik herhaal het nog een keer, 116, 112, 111. 113, 114. De voorlopige opstelling. En dan vraag ik alvast de volgende groep. Publiek 6, Jolanda Vlootjes. Ja, dankjewel Henk. Ik neem even de honneurs waar voor paard nummer 114. In deze groep geplaatst. Paard scoort voldoende op rastype. Het hoofd zou wat edeler mogen. Wel een mooie lichte hoofdhalsverbinding en een lange verticale hals. Een lang gelijnd paard, iets gerekt in het middenstuk. En het kruis zou wat langer mogen, maar zeker een mooie kruisbeweging.
11. Onder 11 is een heel jeugdig paard. Edel hoofdje. Heeft een, ik moet er iets corrigeren. Ik heb dat zelf verkeerd genoteerd. Nummer 113. Dat is een goede correctie. Dat mag niet blijven zijn. Ik heb dat puntje verteld. Hij wordt wel ster vandaag. Beter zo'n correctie dan andersom. Hij mag een rode lint op. Mijn excuses daarvoor. Dan krijgen we nu nummer 111. Een paard dat heel jeugdig is, een edel hoofd heeft. Ook een goede halsstand. Excuus voor de tweede keer. Dankjewel Henk, ik was al een beetje aan het mopperen op je, dat je zo lang door bleef praten. Nee hoor, dankjewel. Tweede groep driejarigen, in deze rubriek was 138 afwezig. Catalogus nummers 136 en 141 zijn opgenomen in het stamboek. En deze drie merries zijn premiewaardig. Catalogus nummer 139 zal even toegelicht worden door mijn collega Esther Reen. Dankjewel, nummer 139. Dat is een paard wat voldoende in het rasje staat. Hals erop, beenwerk is van voldoende kwaliteit, zou iets droger kunnen zijn. Ook in de bewegingsafloop zou het iets correcter willen hebben. Mary laat wel een goede stap zien, met lange passen. In draf zouden we graag wat meer souplesse willen zien en wat meer doortredend in het achterbeen. Een derde premie wordt opgenomen in het stamboek. Dankjewel Esther. Dan gaan we naar het paard dat op de tweede plek staat. Catalogus nummer 140. Merrie die met veel spanning kampte. Een royaal ontwikkelde merrie. Die voldoende hoogbenig is. Iets neerwaarts gebouwd is. Heeft een lange hals die diep uit de borst komt. Merrie heeft royale hoeven. In de stap, de stap blijft toch kwetsbaar. Als ze een beetje ontspannen is, dan heeft ze net voldoende takt. Maar ja, ze is heel snel is ze die takt weer kwijt. In draf toont ze een hele functionele draf. Goede beentechniek. Moet nog aan kracht winnen daarin. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor sterverklaring is de stap niet toereikend op dit moment. En dan komen we bij ons kopnummer. Catalogus nummer 137. Merrie met veel rasuitstraling, veel expressie in het hoofd, mooie halsvorm, hele sierlijke belijning. Merrie die evenredig gebouwd is. Merrie heeft goede beenstanden, stapt met veel takt, ruimte en lichaamsgebruik. In draf toont de merrie veel lichtvoetigheid, veel balans, loopt goed op eigen benen. Mooi gebruik van het voorbeen, souplesse. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. De microfoon is weer voor jou en ik verwacht nog een mooie toelichting van jou op deze rubriek. Nou, dankjewel Sabine en sportief dat je het zo opgevat en ook neemt dat het wel eens even duurt voordat iedereen bij me komt. Maar ja, results of this group, we had... Zeker ten aanzien van het kopnummer van de eerste premie, met name... Five horses to judge. And numbers 136 and 141 are accepted in the stud book, no premium. Number 138 was absent. Number 139 and 140 are accepted with a third premium. And number 137 is accepted and declared star with a first premium. Thank you.
Ja, ik denk dat we nog een premie hebben. Hoe die al in de loop. Stop. Oh.
Wat wel, hè? Nee, hoor. Maak het net zo samen als een karakter. Ik heb al op een goede manier door, dan is het dan zo te zien. Ik heb nu wind in duur wel je wind wel was. Ja, het verandert ze wat net al aan de nee, de wind die haalt was minder worden in Brussel. Ik denk het wel. Vier stemmen die zijn voor de bekendmaking van Duitsland. Alle verloren donderdag naar Sabine Schweier. Dank u wel, Henk. Voor de volgende keer. Afwezig in deze groep waren de catalogus nummer 143 en 144. We beginnen bij catalogus nummer 142. Een merrie met veel rasuitstraling, veel behang. Merrie die sterk gebouwd heeft, voldoende droog beenwerk heeft. Hoeveel zouden wat royalen mogen? Helaas is de stap, maakt hij ongelijke passen in het achterbeen. In draf toont de merrie oprichting, krachtig achterbeen. Geen aanwijzing voor de centrale keuring vandaag vanwege de stap. Verder echt een hele prachtig aansprekende rastypische merrie. Catalogus nummer 147 is ook een merrie met veel behang. Merrie die lang gelijnd is, maar opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Merrie is ook wat naar voren gebouwd. We zouden de voorknieën graag wat meer kwaliteit zien hebben. En met name de stand in het voorbeen. De stap heeft voldoende takt en ruimte. In draf heeft de merrie voldoende buiging in het achterbeen, maar zou erbij ook meer oprichting mogen tonen. Ook deze merrie geen aanwijzing, maar bedankt voor deze presentatie. Catalogus nummer 145 is een merrie met veel front, een hele royale voorhand. Merrie die een erg hellend kruis heeft. Het voorbeen zou wat meer lengte mogen hebben. Achterbeen is vrij gehoekt en ook de voorbeenstand zouden we graag wat correcter zien. De merrie heeft goede beweging, stapt met veel ruimte en takt. Toont ook een goede draf, maar helaas is bouw- en beenwerk niet toereikend voor een aanwijzing vandaag. En op kop geplaatst, catalogus nummer 146. Een merrie die nog veel jeugd uitstraalt, een merrie die een goede bovenlijn heeft. Kruis zal meer lengte mogen hebben en minder hellend mogen zijn. Het beenwerk is droog, wel wat week gekoot. Deze merrie waardeert zich enorm op in beweging. De stap heeft voldoende takt en ruimte. En de draf is echt heel functioneel volgens het boekje. Opwaarts drukt het schoft omhoog, krachtig achterbeen, mooi gebruik van het voorbeen. De merrie moest qua exterieur wat compenseren voor een eerste premie, maar dat heeft ze met haar beweging gedaan. En daarom krijgt ze dan ook een uitnodiging voor de centrale keuring. Gefeliciteerd. Results of this group. We had 4 horses to judge. 4 starters, 4 to 6 years old. The number 140
146 is gets a first premium and an invitation to the central inspection. The other star mares are very nice, but no invitation for the central curing. Kwaliteit bij de driejarige burgerhoekmerries. En we gaan eens kijken wie daar vanmiddag een greep gaat doen naar de hoogste eer. De laatste groep, rubriek 6D, kan zich melden. 123 tot en met 28. De laatste groep al in aantocht gaat lekker, mooi, continu door. Compliment wat mij betreft aan de trainingstallen en de heren voorbrengers. Ze doen hun uiterste best om voortdurend actie in de ring te hebben. En dat slaagt tot dusver uitstekend. Op deze gisterbaarlijk mooie zandigste Vordijk van Tak en Behoort. Bij het zeker dik van haar dit plak. Een compliment hoor naar alle vrijwilligers die dit terrein al rond de dagen onder tropische omstandigheden kleren maken hangen. Een compliment door al die vrijwilligers is zeker op zijn plak. Wat mij betreft vanuit deze kant geweldige dank voor je inzet om dit al in vormkoer te krijgen. En zeker ik een compliment door het bestuur van de jubilerende club.
kunnen hebben, ook na de training bij een andere lichaam mogen plaatsen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Albert Loik. Ja, maar we wisten met de heen op Wingel, we wisten nee, niet waar zitten. Nee, zitten jonker. En dan juist er, toen er op de zomer in Diever werd. Ja, ik zoek altijd in Diever. Sport voor ons. Goed voor ons. Ja, Diever 1 geeft de mensen hebben, dan hoor ik er dik, geef een brug. Ja. Diever 1 gaat hier van wat draaien, het is alleen daar daaruit. Ja. En dan wordt dat dikje verder. Oh, zit het daar. Ja. En Martijn, waar zit hij dan? Dit zit ook bij Per. Er gewoon boksen ervan. Ja, deel. Ja. Had er wat boksen nu, dat we het rond hebben. Ja. Dat doen we maar praten. Best meestal worden die kinderen. Ja, die jongvrouw is, hè? Maar dit, Dit is een rendert. Geen boek. Vroeger had hij al zijn verblijf. Wat hè? We gaan rondstappen, we zijn al aan het rondstappen bij de stemmerries, tweede groep. En we gaan zo dadelijk van Sabine Zwaga horen of hier ook nog uitnodigingen voor de centrale keuring te verdienen zijn. En of ze zijn toegekend, want dat is natuurlijk het belangrijkste. En wie weet, zit er nog een potentiële kampioenskandidaat tussen? We wachten het in spanning af. Die andere heb ik ook. Tweede groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. Catalogus nummer 148 was afwezig. En catalogus nummer 152 is inmiddels kroon geworden en zal ook in die betreffende rubriek gekeurd worden.
Goede rubriek hier in deze baan. Vier matches. Op vierde plek catalogus nummer 153. Een rassige, sterk gebouwde Mary met droog beenwerk. De hoeven zouden wat royaler mogen. Mary die zou in beweging meer moeten overtuigen voor een aanwijzing. De stap is wat afgepast. In een draf heeft de Mary veel tempo nodig om goede balans te krijgen. Dus een extreemmatig een hele mooie Mary, maar in beweging vandaag geen uitnodiging voor de centrale keuring. Dan de volgende Mary, catalogus nummer 149. Mary met een hele fraaie voorhand, edel hoofd, mooie halsvorm, veel behang. Mary die in de bouw wat sterker zou mogen in de bovenlijn en het kruis zou wat minder hellend mogen zijn. Mary zou iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. Mary stapt actief met voldoende takt en ruimte. In draf kan de Mary heel goed schakelen, dat valt echt op, toont veel balans en souplesse. En dat maakt dan ook dat ze aangewezen wordt voor de centrale keuring. Gefeliciteerd. Ja. Dan de 151 weer een Mary met zeer veel uitstraling. Imponerende voorhand. Grootramige Mary die wat minder hellend in het kruis zou mogen zijn. Achterbeen is wat sabelbenig. Mary heeft grote hoeven. De stap is schrijdend met veel ruimte. In draf loopt de Mary mooi op eigen benen met souplesse, balans en een opwaartse lichaamshouding. Ook deze Mary zien we graag terug op de centrale keuring. Gefeliciteerd. En tot slot catalogus nummer 150. Mary die veel jeugd uitstraalt, lang gelijnd, modern, mooie halsvorm, sterk gebouwd. Mary die droog beenwerk heeft. De bemerking op het beenwerk is wel dat het achterbeen erg sabelbenig is. Mary stapt goed, draaft met veel afdruk opwaarts, met veel kracht in het achterbeen, veel buiging in de sprong. Ook deze Mary zien we graag terug op de centrale keuring. Gefeliciteerd met deze mooie rubriek paarden. We judged four stormares. Very good quality of star mares. Three horses are invited to the central curing today. The numbers 149, 150, 151, and yeah, these are the three that are invited to the central inspection. 153 is a very nice mare in exterior, but the movement was not sufficient for an invitation.
Oh, ben je die jongen alleenig? Jammer. Zoals naar welke dat nou in die baan is. Welk nummer. Dan moet ik even weten welke van wie die is. Pieter. Pieter is. Zullen kunnen wij daarheen? Zullen kan ik daarheen? En daar zit het keuringsgebeuren voor wat betreft het morgenprogramma erop. En verplaatsen we onze activiteiten naar de hoofdpiste, waar vanaf 1 uur het Concours de Piek aan zal vangen. Met de nieuwelingklasse Vriesruis, de nieuwelingcompetitie nationaal. Dan om plusminus kwart over 1 kampioenschap van de Veurens. 2:55. De limietklasse op de provincie Friesland Fries. Vervolgens kampioenschap Enters en Twenters, zo tegen 2:00. 10:50 de finale Westgaand Rijpaard Hengsten Ruinen. Dan een welkomstwoord van de voorzitter van de Niesterdagen, Jelte Viersman. Aansluitend de Eerklasse Friesras. Tegen 3:00. Kampioenschap 3-jarigen. 10:50. De damesklasse policiers. Zo rond 3:30 de bestgaande merries in de finale. En dan vervolgens tegen 4:15 de enkelspanierklasse op regionaal. Tegen 4:00 de show. Dan een kampioenschap hier aan het oude mees. Zo rond de klok van 5:00 algemeen Nederlands kampioenschap Friesras, klavertje 3, gereden voor de Chiers. Dan het algemeen voortdagkampioenschap. En we sluiten af traditioneel met de Friese peespan. Heb ik voor u nog de finalisten bij het Westgaand Rijpaard. Voor de Hengsten en de Ruinen zijn uitgenodigd voor de finale catalogus nummer 2. Lisa Minkema met Jendrik van der Lits. Nummer 3, Lisanne Veenje met Wetsum RV. Nummer 5, Helene de Haas met Finne T. van der Boppenland. En het twijfelijk of dat CRT moet zijn, maar vervolgens nummer 6, Gilda Hart met gouverneur van het Hentenveen. 34 afgeweidenaar met Meiler van Kleiter. Dat zijn de 5 finalisten bij de Hengsten en Ruinen van 2:00 in de hoofdpiste met te beginnen de Hengsten en Ruinen zullen aanvangen.
dan begrijp ik dat om organisatorische redenen in het middagprogramma een showbreak die gepland stond om 4:05 is verplaatst naar 4:45. Die heeft dus geruild met het kampioenschap Kladertje 3. En die zal dus plaatsvinden dan om 4:05. Dan bent u weer op de hoogte. Mick. Herhaal ik nog eventjes de nummers van de finalisten in het best van de rijbaan. Hengsten en Ruijden kan op nummer 2, 3, 5, 6 en 34. En bij de Merries kan er over nummer 16, 18, 21, 24 en tenslotte 32. Dit met name even bedoeld voor het achterterrein, zodat de respectievelijke deelnemers ook op tijd op de hoogte zijn. Goed, de jury is eruit. Ik geef met alle genoegen het woord aan Piet Persson. Ja, dankjewel. Ik zal wat harder praten, maar goed, dat komt vaak niet te horen. Maar, allereerst wil ik zeggen dat wij vanmorgen met heel veel plezier deze driejarige paarden hebben gekeurd. We hadden veel kwaliteit in de baan, ook hele luxe paarden. Dus dat met compliment aan deze voktrainer heen. Ik begin met nummer 126. Een paard wat ietsje lang in zijn hoofd is. Met een lange, iets horizontale hals. Een goede schouderligging, een sterke bovenlijn en ook een kruis wat voldoende van lengte is. Het paard wat in de stad vanmorgen in de eerste presentatie wat luimelijk was, maar nu in de groep stapt in die ruim en ook voldoende souplesse in zijn lijf. In de draf zal hij de rug wat ietsje meer souplesse kunnen vertonen, maar de beenzetting was heel goed. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, sterk met een tweede breed. Nummer 127, een paard met heel veel ras, een edelhoofd, een handstand die gewenst is, verticaal, een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn, kruis is lang, maar iets helft, paard is lichtzaam benig, in stap was hij voldoende ruim, en ook
uiteraard een half jaar instoeren in deze groep. Op kop dus 125. Luca Liefke van de Marbohoeve, een tiende van Tieme, van Fokkerijder 1 Ludolfi. Dan 124, Rutske van het Kalkerloon, een Julius Maal Doortsen, met de Fokkerij van Willem Sonnema in Anjen. Dan 127, Julia van HMV, Bartelkipheer, Vriesenstal, de Fokkers, en in eigen door met J. Kloosterman. En tenslotte 126, Jitske R.V., een Tjallermaal Harmen, voorkrijgenaar mevrouw B.T. van der Murren in Garen. Gefeliciteerd allemaal. En uiteraard zien we de selectie vanmiddag terug. En dat belooft een hele spannende strijd te worden.
156, 157, 159, 155, 161, 153 en tenslotte 158. Dat is de vorm. Het is een kwart over 12. En de catalogus geeft aan dat deze publiek 20 over 12 klaar zou zijn. Nou, dan zitten we redelijk goed op het schema. En dan wachten we nog even op die twee crewmates. En werken we er dan mee dat we die zo dadelijk aansluitend hier ook meteen kunnen afwerken. En uitermate benieuwd naar de primering ook in deze groep. En Sabine Zalaga staat klaar in haar geval in deze ring voor de laatste keer. Wat daarvoor een? Oh nee, de kroonmerk. Ja, de grote rubrieken, media en oudere stermerries. Mooi dat iedereen de moeite neemt om de merries klaar te laten maken en hier te presenteren op de keuring. 7 merries gekeurd, 160 was afwezig. En ik zal nu toelichten in de taal. Het is een merrie die voldoende rasuitstraling heeft, die iets sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Beenstand, voorbeenstand zou correcter mogen, ook zou de merrie wat minder week gekoopt mogen zijn. De merrie stapt goed, draaft met voldoende buiging in het achterbeen, zou erbij meer ruggebruik mogen tonen. Bedankt voor de presentatie. Geen uitnodiging voor de centrale keuring. Daarvoor zou bouw- en beenwerk hoger gewaardeerd moeten worden.
zijn. Dankjewel, Arge. Ja. Dan catalogus nummer 104. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die goed bewaard is gebleven. Kruis zal het minder hellend mogen zijn. Merrie heeft royale hoeven. De stap is wat gehaast. In de draf zou Merrie het achterbeen krachtiger en resoluter onder de massa mogen plaatsen. Heeft ook veel tempo nodig. Beweging is vandaag niet toereikend voor een aanwijzing voor de centrale keuring. Dan hebben we dan catalogus nummer 161. Merrie met een edel hoofd, mooie halsvorm. Merrie die wat sterker in de bovenlijn zou mogen zijn en ook wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen uitstralen. De stap is ruim en takmatig. De draf is voldoende krachtig, maar zou meer oprichting mogen tonen. Ook deze merrie bedankt voor de presentatie, maar geen uitnodiging voor de CK. Dan komen we bij catalogus nummer 155. 11-jarige merrie, goed bewaard is. Merrie die rasuitstraling heeft. Hals zou misschien iets meer lengte mogen hebben. De bovenlijn zou wat sterker mogen, maar we nemen de leeftijd dan ook een beetje mee. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De merrie toont duurzaamheid in beweging. Die stapt vlot, zet het voorbeen goed weg, stapt goed door het lijf. In draf toont ze een voldoende krachtig achterbeen. Merrie wordt vandaag aangewezen voor de centrale keuring. Catalogus nummer 159 is een langgelijnde moderne merrie met een verticale hals. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. De merrie stapt actief. In draf toont ze mooi gebruik van het voorbeen. Ze zou hier in de presentatie aan de hand wel wat kracht mogen draven. De merrie heeft een test gelopen met een 7 op stap en een 9 op de draf. Die testresultaten nemen we mee en daarmee krijgt deze merrie ook een aanwijzing voor de centrale keuring. Dan catalogus nummer 157, een merrie met een sierlijke beleiding, mooie halsvorm wederom, een sprekend hoofd. Merrie die goed in elkaar zit, beschikt over hard beenwerk. De voorbeenstand zouden we graag correcter zien, met name de rechter voorbeenstand. De merrie is ook week gekoot achter. De merrie stapt met voldoende takt en ruimte, draaft met voldoende balans en een goed gebruik van het achterbeen. Ook deze merrie zien we graag terug op de centrale keuring. En tot slot, catalogus nummer 156, op kop geplaatst in deze rubriek. Merrie met een hele fraaie lange hals. Merrie met een goede bovenlijn. Kruis zou wat minder hellend mogen zijn. Hele mooie royale schoft schouderpartij. Merrie heeft grote hoeven. De stap is ruim en takmatig. In draf heeft de merrie een mooi gebruik van het voorbeen. Ook deze merrie zien we graag terug op de centrale keuring. Gefeliciteerd. Dankjewel Sabine Vragen voor je mooie uiteenzetting en ook uiteraard de juryleden. Een hele mooie score. The results in English. We judged the 7-year and older star mares. We judged 7 horses. Number 160 was absent. Appointed to the central inspection are the numbers 156, 157, 159, 155. Not invited are the numbers 161, 154 and 158. Thank you.
Sjanke aan Jasper, van Fokker tegen Douwe Dijkman en Renske van Rossen in Marsen. Een mooie presentatie van de afsluiting van deze kroonreis. Tweede plek. Kritiek kan doorstaan. Oren Jordaan van Sabine Zwijger. Ja, ik ga er maar even naar, jongen.
Veel kwaliteit gehad in de baan, verschillende rubrieken met mooie kopnummers. En we sluiten de dag hier af voor wat betreft het keuringengedeelte met een rubriek kroonmerries. Eén hoogste predicaat binnen ons stamboek. En deze merries die komen hier voor een uitnodiging voor de centrale keuring voor eventueel modelverklaring. Op de tweede plek, catalogus nummer 162... is een merrie die voldoende rasuitstraling heeft, die iets geslotener in de bouw zou mogen zijn. Beenwerk is voldoende droog, de voorbeenstand zouden we correcter willen zien. De stap is ruim met veel lichaamsgebruik en actief. In de draf zou de merrie een krachtiger achterbeen mogen laten zien, wat meer onder de massa wordt gezet. Deze merrie krijgt geen uitnodiging voor de centrale keuring. En catalogus nummer 152 stond nog bij de rubriek stermerries, maar was inmiddels kroon geworden. Het is een aansprekende merrie met voldoende rasuitstraling, goede bovenlijn, goede kruisligging, droog beenwerk. De stap is actief, maar mag meer lengte in de passen laten zien. Ook de voorbeenstand zouden we graag correcter willen zien. In draf toont de merrie veel buiging, veel snelheid in het achterbeen, is opwaarts. Een goede draf laat de merrie zien. Desondanks krijgt de merrie geen uitnodiging voor de centrale keuring. Daarvoor zou de stap overtuigender mogen zijn. En ook de voorbeenstand zou correcter mogen zijn. Bedankt voor de presentatie van deze mooie kroonmerries. En ik hoop dat u daar ook van genoten heeft. Het zijn wel merries met een kroonpredicaat. Dus ze behoren tot de top van onze fokkerij. Then in English, we had two crown mares to judge, and both are not invited to the central inspection. Number 162 should be more powerful in trot, and also the stance of the foreleg could be more correct. And also for 152, very good trot, the walk could be more roomy, and also the stance of the foreleg could be more correct.